Welkom bij de derde update van het coronavirusjournaal van Quin Doctors. We krijgen heel veel vragen aan de telefoon van ongeruste mensen in de wijk die contact hebben gehad met mensen uit Brabant. Het zij met het werk, het zij via andere sociale contacten en die nu aan het hoesten zijn en koorts hebben. Kan ik nu het coronavirus hebben? Is dan de meest gestelde vraag. Nee, in principe is die kans dusdanig klein dat hij te verwaarlozen is. En daar gaan we ook vanuit. Ook het RIVM gaat daar vanuit. Dus je wordt dan gewoon beschouwd als iemand die een verkoudheidsvirus heeft of misschien wel het griepvirus heeft en die niet het coronavirus heeft. Is het nu zo dat je echt met een bewezen contact, met iemand die dus echt bewezen corona heeft, in contact bent geweest en je gaat dan hoesten en proesten? Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dan moet je je melden bij de GGD. En eigenlijk dit verhaal voorleggen en dan zul je getest worden. Een andere vraag die we veel krijgen is van werkgevers. Je bent verkouden en je hoest en je proest en dan zegt de werkgever: neem maar even contact op met je huisarts, want het zou misschien kunnen zijn dat je corona hebt. Nee, dat kan het niet zijn. We hebben in deze omgeving eigenlijk weinig te maken met coronapatiënten. Er zijn natuurlijk een aantal getest en al die mensen en al die contacten zijn nagegaan. Dus voor andere mensen geldt in principe dat dat gewoon ook weer het verkoudheidsvirus is en het griepvirus. Dat betekent uitzieken. En zorgen dat je aansterkt en weer beter bent. Voor het geval er wel hier corona heerst, is het goed om in ieder geval gezond te eten, gezond te leven. Om te zorgen dat je afweer zo sterk mogelijk is. Als je gewoon koorts hebt, hoest, wat benauwdig bent, dan hoef je in principe geen contact met ons op te nemen, behalve als je natuurlijk veel benauwder bent dan normaal. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je een longontsteking oploopt en dan willen we je natuurlijk wel daarbij helpen. Dus je moet niet ook onnodig niet de huisarts gaan benaderen. Is het zo dat in onze omgeving van Vathorst het coronavirus meer actief wordt of dat er aanleiding is om de richtlijnen te veranderen? Dan kom ik natuurlijk zo snel mogelijk weer met een nieuwe update. Want het kan zomaar zijn dat in één keer de regels gaan veranderen. En dan willen we graag jullie weer goed informeren. Tot zover dit journaal. Tot het volgende. Fijne dag.